Ah, oh, oh nee. Hallo mensen van Gaming RB en welkom bij een nieuwe ding. Dit is aflevering 3 alweer. We waren net in het huisje. Dus in het stadje bedoel ik. Dus, ja, ik moet ook weer even kijken, want het is een tijdje dat ik dit heb opgenomen. Oh, en ineens had ik even een lag spike. Maar, ja, oh, hey, kijk, chest. Oh, en dat is 2 gold voor mij. My face is reflect in the water. What do you see? Go to Battleburg Gym. Oké. Maar, zou dit de gym zijn? Battleburg City, Pokémon Gym Leader, Norman. Ja, kijk eens aan. Battleburg City, Pokémon Gym. I heard you like me. Skip. Okay. Good luck. Challenge me. A father versus stun battle will be fun. But sorry to say, you will definitely. Nou, je wil verliezen. Norman is je vader, bla bla bla. Nou, dat is dat. Down to the gym. Oh yeah. Oké. Zijn jullie klaar voor de gym leader? Oh. Oh, ik verwacht we gaan helemaal tp'en en shit. Oké. Dus we krijgen Sharpness X. Dus dat betekent 10 of zo. Ja, dat betekent 10 toch? Dit is Fire Aspect. Oeh, die is ook wel handig. Misschien ga ik ze afwisselen. Dat ik eerst Fire Aspect en dan... Ja. This was my famous words. Known as the Shredder. Oké. That. Oké, ik moet kiezen. Of een parcours. Of zombies. Oeh, dat is echt spannend. Want ik ben zo slecht in PvP. Maar ook... in parcours. Oké. Watertje. Oh, ik denk dat ik toch voor zombies ga. En ik kan niet terug. Oké, dat dacht ik wel. Oké, nou, speed challenge. Of misschien find a pressure plate. Oh, dus je moet eerst naar beneden. Dan kun je een pressure plate vinden waarschijnlijk. En dan, oh ja, ik moet eerst even op easy zetten natuurlijk. Dan moet je een pressure plate vinden. En ik vind het raar. Oh, laat maar. Ik wou zeggen, ik vind het raar dat er nog niemand spant. Maar ja. Oké. Welke is nou sharp? Oh, hier zit ook fire aspect op. Oh, ik dacht al. Ah, god, man. Oké, nou. Dood. Nou, dat gaat makkelijk. Proceed. Doen de next room dus key. Oké. Zo zie je maar. Oh nee, die moeten niet hier. Ho, 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 ho. Oké. Nou, de weg terug. Oké, dit vind ik echt leuk gedaan. Ik vind het echt een leuke map. En dat meen ik. Dus dat is mooi. Dat is mooi. Dat is very mooi. Oké. Dus ik kan de mystery battle of de speed challenge. En aangezien ik niet zo snel ben. En heel vaak te laat kom. Nee, ga weer. Ik denk dat dit handiger voor mij is. Ah, oh, oh nee. Oh, fuck. Oké, misschien was dit dan niet zo handig. Maar, ja, wist ik veel. Wat is dit? Oké, even kijken hoor. Ah, het is... Oh, nou. Oh. Niks is. Of is het... Hier nog wat. Wat is hier? Oh, dit is bij de speed challenge. Aha. Denk ik. Of zo. Oh my god. Ik heb fucking... Ik heb die appels nodig. Nee. Verkeerde. Golden apples bedoel ik. Oké, even hier. Ja. Oké, we moeten dus hier naartoe. Last battle. Oké.
Oké, dus we moeten hierop komen. Oké. Ho, en nu? Oké. Waarom zegt ze zo vaak oké? Dat is echt een stopwoordje of zo. Lijkt het wel. Oh, ja. Oh, side jump. Note, this jump is possible, but nou ja. Potion of swiftness. Oh, die heb ik vast nodig. Oké. What the fuck? Waarom wou dat niet? Oké. Nou. Ik heb nu de swiftness. Fuck, ik gleed door. Ik glij uit, zeg maar. Nee, ik glij door. Ah, fuck. Fuck. Oké, nou, dit is vervelend. Want ik ben zo slecht in jump. En dan... Heb ik nog speed? Ja. Ah, fuck. Oh, wacht. Ik kan dit slopen. Dus... Dat was zo dom. You beat Norman, yeah. Oké. Exit. Oké, dat hebben we goed gedaan. De laatste was een beetje gecheat. You may keep your lock for resources. Moet ik dit weghalen of zo? Ja. Oh ja, want hier stond zo van... dit is het huisje waar je dan... Ja, go to the Petalburg Gym. Ja. Oké, nice. We hebben dus de gym niet verslagen. En... ja, ik ga nog eventjes bij Wally langs. Dat lijkt me wel gezellig. Hoi Wally. Are you Wally friend? Nou. Oh, nou, cooked fish. Oh, hier is van de villagers. Wow. Die had ik niet. Nou ja, Wally, mom. En daar staat dead zeker. Ja. Wauw. Oké. Nou, dit was echt fucking vet. Ik zie jullie de volgende keer bij een nieuwe aflevering van deze map. Laters.